Amerika's wapenindustrie draait op volle kracht en verdient er fors aan. Zoals aan deze mortiergranaten. Stalen cilinders worden verhit tot 1100 graden, zodat er hulzen van kunnen worden gestanst. En later komen daar dan explosieven in. 300 medewerkers in ploegendiensten kunnen de fabriek in Pennsylvania 24 uur per dag bemensen. Het was 24.000 parts last month. It's 36.000. That's a big ramp up. That's a big ramp up. Yeah. Al sinds de oorlog in Korea 70 jaar geleden maakt de VS 155 mm mortierkogels op deze plek. Amerika kan niet snel genoeg dit soort mortiergranaten maken. Oekraïne smeekt erom. En ook Israël schijnt ze te krijgen. En dus schroeft deze fabriek de productie op. De VS wil de fabrikage dit jaar verdubbelen naar 60.000 per maand. En dan volgend jaar naar maar liefst 100.000 per maand. Zo worden ze ingezet op het slagveld. Oekraïne verbruikt er 2000 per dag. En kampt met tekorten. Daarom worden in Pennsylvania honderden miljoenen uitgegeven om het proces te moderniseren. Er komt zelfs een gloednieuwe fabriek in Texas. De projectielen worden grondig geïnspecteerd. Sommige blijken defect. En dan een laag verf om roesten tegen te gaan. Een huls maken kost zo'n $1000. Nu zijn er mortiergranaten klaar, maar nog niet voorzien van explosieven. Dat gebeurt in een andere staat en daarna bepaalt het leger waar deze granaten naartoe worden gestuurd. De fabriek heeft in de loop van de decennia 29 miljoen stukken munitie geleverd, maar verwacht geen bespiegelingen over de hoeveelheid dood en verwoesting die daarmee is aangericht. For everybody who works here, not just the veteran, but everybody who works here is proud of what they do. De wereld wil meer bommen, dus maakt Amerika ze.